trots op het blad? Super trots. En trots in verschillende opzichten. Ik ben natuurlijk trots op de mensen die erin staan. Omdat ze hele goede dingen doen voor de samenleving, voor Breda. Maar ik ben ook heel trots op de medewerkers. Wij hebben dit echt als een team gedaan. Iedereen doet naar vermogen, zet zich naar vermogen in. Maar het is echt een inhoudelijk heel leuk blad. En qua vormgeving ziet het er echt super goed uit. Wat hoop je te bereiken met dit blad? Waarom is dit blad er en waarom moeten mensen het lezen? Ja, dat is waarom Helden van Breda er is. Dat is om mensen te inspireren. Het is, ik heb geleerd als docent levensbeschouwing dat mooie verhalen, daar hoef je niks meer aan toe te voegen. Dat doet zijn werk. Dan hoef je eigenlijk niks meer te zeggen als docent. Luisteren leerlingen en dan, het komt er dan een keertje uit. En het kan 30 jaar duren. Maar op een dag denken mensen, en nou is het mijn beurt. En dat hopen we dat ook gebeurt. Dat mensen eigenlijk vol verbazing, vol verwondering, vol bewondering kijken van hé, die doet dat allemaal en zich dingen gaan afvragen. Kan ik dat ook? Of hoe is dat met mijn leven? Wat is goed in mijn leven? Wat wil ik doen? En dat er op een goede dag dat ze dan denken, nou is het mijn beurt en nou ga ik wat doen. Nou, die mensen kunnen het, ik kan het ook. Wij zijn vrijwilliger bij Surplus, bij het Elisabeth en bij de Westerwiek. Anke heeft ons voorgedragen als eventueel held van Breda. Daar hebben wij in de bode gestaan. En nou zijn wij weer gevraagd om in het magazine te komen staan. Ja. En waarom denk je dat is, dat jullie in het magazine mogen staan? Dat ik het niet goed weet. Wij waren helemaal perplex en we durven het eigenlijk niet te vertellen. Ik ben 13 jaar en ik woon in Breda. Ja. Je staat in het magazine Helden van Breda. Waarom? Wat heb je gedaan? Ik heb geld ingezameld door dingen in te kopen en weer te verkopen. Waardoor ik geld heb kunnen ophalen voor een reptielenhuis. Waardoor ze nu nog bestaan, zeg maar. Ja. En als je nou jezelf zo in deze zaal ziet en met al die andere mensen, wat denk je dan? Wat voel je dan? Dat ik erg jong ben. Ambassadeur helpt de organisatie mee helden te vinden. En helpt ook mee om die helden in het zonnetje te zetten. En ik denk dat heel erg belangrijk is. Want er zijn zoveel helden in Breda die echt wel een schouderklopje verdienen. Of een ei over de bol voor al dat werk dat ze belangeloos doen voor andere mensen. Dat ik eigenlijk naar... Nou ja, ik heb het best druk, maar ik zei toch meteen ja. Ik vind dat de Helden van Breda dat ook op een hele professionele en mooie manier aanpakt. Hè. Prachtig magazine, prachtige foto's. Vanavond ook een hele mooie avond. En het is heel mooi dat de helden in dat blad staan. Maar ik vind het ook mooi dat helden soms iets kleins krijgen. Een bloemetje of een klopje op de schouder. Want het is niet vanzelfsprekend dat je zomaar elke dag voor iemand anders klaarstaat. Wat wij eigenlijk van alles in Breda doen. We organiseren al sinds 2015, denk ik, ja. Thee Breda. Dat is een openbare bijeenkomst voor transgender mensen. En dat doen we gewoon op de Grote Markt bij Samsam. Ja. En als je hoort dat je hier toch een beetje op een voetstuk gezet wordt, wat doet dat met je? Ja, te veel eer eigenlijk. Eigenlijk moet die eer gaan aan de mensen die bij ons komen. En die hebben de lef. Die durven een nieuw leven aan vaak. En daar heb ik soms wel respect voor. Ja, precies dat. De mensen die komen, die nemen een nieuwe stap in hun leven. Kijk, we hebben het allemaal al gehad. Het enige wat wij kunnen doen is de mensen helpen de weg te wijzen. Wat is uw top tip voor mensen om de natuur een handje te helpen? Nou, eigenlijk richt ik mij vooral op mensen in de stedelijke omgeving, dus in Breda. En daar kunnen ze heel veel doen. Waar ik me enorm aan erger en wat ook heel erg kwalijk is dat mensen steeds meer hun tuinen betegelen. Dus tegels eruit en groen erin. In,
gedurende mijn leven heb ik altijd graag dingen voor andere mensen willen doen. In dit geval dan een stukje carnaval, sociaal carnaval. Ik ben dat altijd blijven doen, desondanks mijn eigen problematiek. Wil je daar wat over zeggen? Ja, daar wil ik best wat over zeggen. Ons gezin is gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire. Eigenlijk het toeslagschandaal. En dat heeft ons de afgelopen 10 jaar in heel veel problemen gebracht. Pure armoede, voedselbank en alle ellende die daarbij komt kijken. Maar om kracht te putten zijn we heel veel sociale dingen blijven doen. De enerzijds zijn we dat met het carnaval uit het verleden, waar we heel veel sociaal carnaval hebben gedaan. Maar nu ook in de Haagse Beemden met de Giecheldonk, het sociale carnaval. Ja, en daar put je heel veel energie uit. Ja, dat is fantastisch. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en wij proberen mensen die financiële problemen hebben te helpen om het op te lossen. Daarbij is de doelstelling wel dat ze het uiteindelijk zelf op moeten lossen. We helpen ze alleen. En het doel is ook dat ze zelf redzaam worden. Dat ze aan het eind van hun traject, dat ze zelf hun eigen administratie kunnen voeren en zorgen dat ze uit de problemen blijven. Ja. Hoe kom je dan in het magazine Helden van Breda, Goed Volk? Ik heb geen idee, we zijn gevraagd. Trots? Nou ja, ik voel me geen held. Ik bedoel, ik vind dat iedereen die de capaciteiten heeft, tijd beschikbaar moet hebben voor vrijwilligerswerk. Dat heb ik mijn hele leven gedaan en ik vind dat iedereen dat eigenlijk moet doen. Met mijn verhaal over niet aangeboren hersenletsel, waardoor ik als buddy anderen ondersteun om van de beperking de kracht te maken. Ja. En hoe doe je dat dan? Door blogs te schrijven met mijn ervaringsverhaal en daar uit alles wat ik heb meegemaakt het positieve te halen. En daar anderen mee te inspireren door niet te denken wat je niet kan, maar te denken wat je wel kan. Ja. Je had volgens mij ook een hele mooie spreuk, hè? Die, net voor de zaal. Als je je kopje laat hangen zie je nooit de zon meer. En die had ik eigenlijk op een schilderij gezet tijdens mijn revalidatie. En dat is mijn motto gebleven. Ik probeer het mensen begrijpen. De Nederlandse mensen moeten begrijpen wat wij kunnen doen en wat wij kunnen niet doen. Maar daarom elke week ik ga bij de inloops praten, lachen, misschien kort broek maken. En ook ik leer van hun wat ik kan doen voor Afrika. Maar mijn belangrijke ding is, wij moeten niet blijven vragen. Ik help de mensen en dan is het klaar. Wij helpen met spullen. Niet altijd heeft mijn geld. Wij kan ook iets doen. Ja. En ik heb het gedaan en het was heel goed. Wij steunen de stichting Present of Helden van Breda. Omdat we dat ontzettend goed initiatief vinden, waar zij voor staan, het inspireren en het enthousiasmeren van vrijwilligerswerk. En wij hebben daar ook heel veel enthousiasme voor en animo voor binnen onze organisatie, maar ook als mensen die verbonden zijn aan ons bedrijf.